Goedemorgen. Het is nu 5:10. 5:10. Gaan we nu eten, want ik heb honger. Oh ja, ik kan ook echt. Trek. Wij zijn onderweg naar de manege. En welkom bij deze nieuwe webvlog. Het is zaterdag. Superleuk, kijk naar deze nieuwe weekvlog. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal. Klik op belletje, dat vindt. Belletje heel leuk die nu in Nederland staat. Ja! Jill snapt hem. Vandaag gaan wij op strandrit, buitenrit. Ja, we gaan in ieder geval een buitenrit maken. Ja. En we gaan door de 3 natuurgebieden, dat is de bedoeling in ieder geval. En als het erg slecht weer is, dan draaien we om en dan gaan we naar huis toe. Ja, we hebben ook allemaal een regenjas bij ons. Daar ligt het. Ja, we wilden eigenlijk vanochtend gaan, maar het was zulk slecht weer. En wij lagen te slapen. Ja, maar daarna was het ook echt wel zo regenachtig dat ik dacht van nou, dan is het niet echt leuk meer buiten. Nee. Dan hoop ik liever dat het iets droger is. Een beetje motregen is niet erg, maar te groot. Ja. Dus dat was niet heel fijn. Nou, het is wel fijn voor de plantjes en bloemetjes, maar niet voor ons om een buitenrit te maken. Zeker. Ja, dat betekent in ieder geval wel dat er niet helemaal de zandpaden zijn. Dat is wel. Voordeel! En Blondie heeft weer 2 ijzers. Dus dan kunnen we dat ook doen. Ja, wij gaan naar een meisje toe. Ik ben iets belangrijks vergeten te zeggen. Want Blondie is vandaag jarig! Yay! Je ging op een ander moment een taart maken, zei ja, je? Ja, want ik wil een mooie taart maken. Ja, want vanaf, ik weet niet, ik heb 5 een mooie leeftijd. Ik heb hier lekkere snoepjes voor Blondie. Vandaag krijgen ze snoepjes en dan krijgen ze binnenkort een taart. Wil ik nog wel gaan maken zolang Bel in Nederland is. Dan kan Bel ook een papje proeven. We gaan met Bel en Blondie op buitenrit. En we hebben onze regenjas aan op het weer. Daan heeft net nog gekeken en het moet droog blijven. Dus dat zou heel fijn zijn. We gaan helemaal naar het strand. Blondie voorop, Bel erachter. Nou, dan gaan we door het Uithofbos. Daarna het Dingensbos, Okkenburg, Landstrand. En maar even kijken hoe ver we komen. Beginnen wij het Uithofbos. We worden uitgezwaaid door deze schattige hond daar. Die nu gaat blaffen. Geen idee wie die is, maar hij liep net nog wel mee. En wij gaan het Uithofbos in. Ga maar. Daan heeft net beloofd dat het niet ging regenen volgens de buienradar. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb de eerste spetter al gevoeld. Ik wel. Dus dit is het Uithofbos en we gaan nu naar het Madensteinbos. Uithofbos hebben we gehad. Ik was iets te langzaam voor de paard. En ja, we gaan nu naar het Madensteinbos. Maar daar gaan we eigenlijk niet echt doorheen. Dan gaan we meer langs naar Okkenburg. Nou, Blondie schrikt ergens van. Gelukkig heeft Tess op tijd weer onder de controle. En Bel deed er ook niks, dus dat is fijn. Ik vind het wel een beetje spannend. Ja, Bel vindt het ook niet spannend. Dat zijn we niet zo gewend van Bel, maar dat geeft niks. En inmiddels miezert het. Dus ik weet niet of het weerbericht daar rekening mee gehouden heeft. U had gezegd, het blijft droog. Maar het regent een beetje. Nou ja. We hebben onze regenjas aan, dat geeft niks. We zitten nu bij Den Haag denk ik ergens. We hadden Stijn nog steeds richting Okkenburg. Maar het is wel dicht gegroeid. Dus het is wat lastig te onderscheiden waar het ruiterpad is. En achter Madenstein ligt landgoed Okkenburg. Daar zijn we nu. Daar staat bord. Ik weet niet of jullie dat kunnen lezen van zo ver af. Wij mogen hier het ruiterpad op. En vanaf hier is het wel iets makkelijker. Want we hebben eigenlijk niet zoveel meer te maken met gewoon normaal verkeer. De ruiterpaden zijn hier beter, breder, fijner. Dus dat is fijn. Zien hoe druk het is. Veel mensen vragen dan waar we zijn. We zijn bij 2A. Volgens mij is het wel Kijkduin. Dat vind ik niet heel zeker. Maar het heet 2A in de buurt van afslag Kijkduin. Na Monster. Nou, ik denk dat we nu bij Kijkduin zijn. Dat vind ik te druk. Dus we gaan zo meteen gelijk weer terug. We hebben een heel klein stukje gegalopeerd tussen 2A en deze afslag. Want daar was verder niemand. Het is leeg. Ja, zo goed als leeg. Dus wij gaan hier draaien. Daar is de Pier Verscheveningen al. En dan gaan we terug.
vind het eigenlijk wel druk voor vandaag. We zijn inmiddels alweer een tijdje op de terugweg. We zijn Ockenburg uit, gaan nu via Madestein weer terug naar de Uithof. Ja, een beetje dicht bevroeid hier. Dus we blijven maar stappen. Omdat Connie soms nog wel eens een beetje schrikt omdat er ineens iets op de weg ligt. Of dat er een steen ligt of iets. Dus ja, dan is het een beetje lastig om hier harder te gaan dan stappen. Maar dat geeft niet, we zijn wel lekker buiten. Nou, de meiden die willen natuurlijk over het springpad heen. Net gingen we met z'n drieën, dat is iets te enthousiast. Want dan springt Fran gewoon te groot, dus dan ben ik er te snel doorheen. Maar Blondie voorop, die springt het makkelijkste. En als het goed is, komt Belde gewoon achteraan. Nou, net gecontroleerd galopje. Blondie weet het inmiddels wel. Die hobbelt er lekker overheen. Ga maar door. Een bel die komt er met. Ga dan maar. Oeh, gaat het chill? Zo, inmiddels zijn we het bos uit. Vrouw nog even voorop. Als ze de hele tijd braaf de ponygangen gevolgd heeft. Het regent inmiddels ook echt. Ponnetjes willen naar huis. Die wil naar huis. En die wil ook naar huis. Dus ze willen eten, denk ik. Zo, we zijn terug. Belletje heeft het overleefd. Jules, was leuk. Ja. Goed zo. We hebben wilgetakken weer geplukt voor de paardjes. Dus nu afzadelen en dan kunnen we naar huis. Ik ga ook even mijn bidon gaan vullen, want ik heb inmiddels wel een enorme dorst. Ik moet nog even langs Boris. Want van Tess heb ik begrepen dat Boris de grote wilgetak wil. Ja. Kijk, daar is Boris. Vrouw heeft er geen zin meer in. Die wil naar de stal. En wij gaan naar Boris. Want ik heb Tess beloofd Boris de grootste wilgetak te geven. Dus daar gaan we. Hallo Boris, ik heb dat voor jou, jongen. Zo, wachten. Maar ik denk niet dat ik al veel met een wilgetak kan geven. Ik geloof dat dat te veel gevraagd is, dus ik ga hem even kijken. Moeders en ik zitten in een auto. Aha. Maar niet in onze eigen auto. Nee. Nee, want die is nu op weg naar Zwitserland. Die is met Rick mee naar Interlaken. Naar het huis van Nashul. Ja. Dan mag hij een weekje blijven. Maar alleen, hij wilde graag de auto lenen, want hij kan geen auto huren. Want dat is heel erg duur als je geen 25 bent. Maar dan had hij bedacht dat hij dan een auto voor mij zou huren. En dan met onze auto naar Zwitserland rijden. Maar dat snap ik allemaal. Maar wat voor een auto heeft hij dan voor Rebecca gehuurd? Een hele mooie Kia Picanto. Ja, als je dus gewend bent aan een Ford Mondeo TDI. 2 liter of 2,3 liter, weet ik veel wat. En dan zit je in een Fiat Picanto. Sowieso moet ik zeggen dat onze auto qua uitvoering bijna moderner is dan deze Picanto. Maar deze heeft Apple CarPlay. Dat is dan het enige voordeel van deze hele auto. Voor de rest kan ik een hele lijst geven aan alles wat ik niet interessant vind aan deze auto. En waarom ik hem nooit zou kopen en waarom ik ongelukkig ben dat Rick hem voor me gehuurd heeft. Maar goed, Rick is op vakantie en ik moet het hem gunnen. Dus het heeft weinig zin om heel geïrriteerd te raken van een dikke toy. Kia, als je dit ziet, niet gemeen bedoeld. Geen haat. Hashtag geen haat. Hashtag no spon. Het is zeg maar niet mijn auto, Kia. Ik word er gewoon niet zo heel gelukkig van. Ja. Nou, ik weet niet of dat aan een Kia ligt of aan deze Kia. Of überhaupt, omdat ik altijd in een grote auto rijd. Maar we hebben ook wel eens in een Toyota Aygo gereden. En daar ben ik gewoon helemaal gelukkig van. Dat was gewoon een klein, schattig, snel autootje. Met alles erop en eraan en leuk. En nou, vond ik helemaal leuk. Maar nee, ik ben geen Kia Picanto, mevrouw. Nou, wat het ook nog is. Deze auto, die heeft iemand op de manege volgens mij ook. Echt waar? Ja. Volgens mij heb ik dit autootje vaker zien staan. Ik denk dat ik daar net zulke gevoelens als bij Shetlanders over krijg. Dus I don't... Let's go for Kia! Judy is er 3 dagjes niet. Vandaag, morgen en overmorgen. Morgen... Ja, dat zien die morgen wel. Ja, dat moet je toch wel vertellen. Morgen ga ik weer na een hele lange tijd op Bella. Nou, en ja, ze is te lang. Nee, ze is niet te zwaar. En voor een keertje moet het kunnen. Ik ben echt heel blij. Ik ben ook echt heel benieuwd hoe dat gaat. Nou ja, ik denk dat je daar last van hebt. Omdat jij te lang bent. Of wel te kort. Dat is maar net als je het bekijkt. Ja, wel. Maar het is natuurlijk wel gewoon hartstikke leuk om er weer een keer om te gaan. Ja, en dan krijg ik ook nog les. Arme Bel. Sorry, Bel, als je dit ziet. Sorry.
Waarschijnlijk ziet ze dit niet, maar sorry. Hashtag geen haat. Ja. Mama die is er geen haat door de Kia. We gaan naar Nark. Ja. Nou, zij is hoog gestaan. Pieuw. Blondie staat meestal niet zo snel op. Hi, schat. Hallo, liefie. Hey. Ben je daar? Nou, lekker duur. Gisteren zijn deze drie meegeweest op buitenrit. Die hebben vandaag vrij. Belletje, Blondie en Veroontje. Tess heeft nu les met Boris. Want die was niet mee op buitenrit. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hun gaan genieten. Ja? Yay, het is zondag! En wat doe je dan met je goede gedrag? Paardrijden! Het is elke dag een goede dag om paard te rijden. Dus waarom ook niet op zondag? Dus vandaag gaan we Tess en Boris doen. Ik heb echt heel hard gewerkt met Boris. Je zag het ook aan Boris met al zijn zweet overal. Nu mag hij lekker naar de wei toe. Samen met Blondie en Corona. We gaan Bel er ook nog afhalen. Sorry, Bel. Oh, ik roep Bella en ze komt al meteen. Hi, schat. Kom maar, meisje. Ga ik je eruit halen? Kom maar. Daar is de opening van het hek niet. Goed zo. Bellaatje. Ik ben echt gewend om Blond. Ik ben echt gewend om Blond niet te roepen. Ik ben er mee. Oh, allemaal bellenkeuteltjes. Van de grote keutels heeft Bel gekregen. Oh, maar ze poepen ook gewoon overal. Nou, we gaan zo even opruimen. Nou, Boris. Ik neem Bel mee. Veel plezier, Borisje. Nou, een belletje mag naar stalletje. We gaan naar de manege. Ik heb de sleutel van mijn nek van Bella haar kastje. Want ik ga zo Bel. Ze gaat er wel heel debiel doen van, al de hele dag. Oké, okay, later. Oké, okay, jij gaat de Bel rijden. We gaan zo filmen hoe dat gaat. Bam, 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 bam. Normaal is Tess nooit zo snel. Ik wilde even filmen dat ze aan het opzadelen was. Maar dat hoeft al niet meer, want ze zit er al op. Bel zegt, ik ga er wel even bij poepen. Oh. Wow. Hallo, zegt ze. Hallo. Wat gaan we doen vandaag? Ja, ik dacht dat het vandaag een rustdag was. Helaas wel. We gaan een bootcamp vandaag. Woehoe. Nou, ik moet zeggen dat ja, je bent te lang, absoluut. Je zit wel heel kort, of niet? Ja, maar anders gaan mijn benen zo wee, wee, wee. Wat gaan je benen anders? Wee, wee. Oh ja, zo ben je wel echt heel lang. Ik denk dat je bovenlichaam ook wel vrij lang is. Of ja, valt het mee? Dat valt wel mee. Oké. Okay. Ja, ik sta bijna op grond van mijn gevoel. Ja, dat is ook wel een beetje zo. Stiliteit. Nou, Bel was het eerst echt niet eens met Tessa. Ze liet aan alle kanten merken dat ze Tessa niet meer leuk vindt. Maar Tessa heeft gezegd, dat is dan jammer, ik wil toch op je rijden. En nou, er zijn nog wat wapperingetjes. En ze wil nog niet helemaal luisteren. Maar het gaat al stukken beter. Goed zo, daar. En zet dat dan ook tegen de rest. Goed zo, dan ga je weer wat groter maken. Zo, een stukje discipline, hè. Zo, ja. Nou, rennen. Daar. Heel goed. Dan ben jij eigenlijk net zien als ik voor jou ben, hè. Dat we willen eigenlijk dat we een hele kleine hoge lucht, dat als je ook nog een keer niet laten vormen. Zo, ja, corrigeren en weer luchten. Heel erg goed. Hals laten strekken, zo Tess. Zo, ja, ook daar nog steeds. Mag ze niet die volte uitvallen. Goed zo, ja, zelfs aan die lange teugel. Keurig. Tess klaar met Blondie, nee, met Bella. Een lekker lesje gehad, stappenuurtje. Maar wacht op, Tessa. Ze is er. Duurde even, maar daar is ze dan.
ook. Ja, ik heb al gefilmd. Zelfs dat ik erin gebeten heb. Maar weet je, ga maar op TikTok plaatsen. Op TikTok. Op TikTok. En wie weet dat iemand het daar weet. En anders hoop ik, tenminste, ik hoop dat jullie het weten. Hoe is die dood? Zielig. Oké. Ik kan hem openmaken. Ja. Nu ben ik niet op de grond gooien gewoon. Dat is niet zo raar. Misschien mogen die paarden dat wel helemaal niet eten. Dan gooi jij het hier op de grond. Dus pak het even op. Het is hier van goor. Kijk hier. Ja. Prachtig. Hallo. Hey. Wie is die schoonheid? Wie is dat? Ja, wie is dat? Ik ben hier samen met de poes. Ik weet niet hoe deze poes heet. Ik weet wel dat het een hele lieve poes is. Kijk! Dat ben jij. Nou. Het is vandaag dinsdag. Vandaag heb ik de garage bij ons thuis opgeruimd. Oei, je bent een beetje nat. Je bent een beetje nat bij je staart. Ja. Bel is daar nog steeds. Blondie en Vrouwtje. Ik ga niet met rust laten, ja? Dus dan pak ik even mijn appels. Tadaa. Dan ga ik Belletje een appel geven. Hij wil. Dan is Blondie jaloers. Dus die wil ook een lekker appeltje. Die wil ook wel. En dan Vroontje. Die komt net aanlopen. Boom! In de paaskut. Nou, kijk eens, Boerie. Hij heeft ook zin in een appeltje. Wil je ook een appel knurfie? Kijk eens. Ja, hij heeft een appel. Ik bedoel, we weten vandaag nog niet echt wat ik met de paardjes ga doen. Ik moet met deze drie en met Boris wat gaan doen. Wat, dat weet ik nog niet. Ik weet in ieder geval wel dat ik mijn trui ga aantrekken. Ja, ik denk dat ze eerst even alle vier een half uurtje in de molen zet. En dan zie ik wel wat er daarna gaat gebeuren. Dus, let's go voor de molen. Oké, ik weet niet wat ik ga doen. Bel, Boris en Blondie staan in de stapmolen. Ik ben hier nog samen met Vroon en de Liksteen. Hè, schat? En Longeerlijn. Want, oh sorry, over 4 minuutjes kan ik Vroon even longeren. Daarna gaat ze in de stapmolen. En dan ga ik hier, dit stukje, kunnen ze hier staan, zo. Dus dan dit stukje tot hier, dus heel dit stuk, gaat een pedicure worden. Ja, want de enige die hier in of uit moet is Verona. En ik ga dan schoonmaken, poetsen, scheren, van alles. Dat ga ik dus hier doen. Ik heb nu nog 4 minuutjes of 3 minuutjes. En daarin ga ik even mijn accu in de lader leggen. En ja. Vroon haar feestjes omdoen en dat soort dingen. Toppie! Zo. Ik ben inmiddels samen met Blondie. Ik heb Verona laten jalopperen. Bel staat nu in het paddock. Die moet er zo uit. Oké, ik dacht ik ga even een kleine haartutorial geven bij Blondie. Deze Blondie staart nu. Dan pak ik spray. En ga ik dan in haar staart sprayen. Want Blondie staart altijd helemaal wit als ik het heb gedaan. Dit laat ik nog even 5 minuten trekken. We zijn inmiddels 5 minuutjes verder. En deze staart nu. Hij is nog een beetje nat, maar ja. Dan pak ik de borstel. Leg die even op de grond. Dan ga ik nu even haar staart uitpluizen. Dat doe ik als volgt. Kijk, hier staart. Dan pak ik een klein stukje van haar staart, zo. Pak hem even helemaal bij elkaar. Dan ga ik stukje voor stukje, kijk zo, haar haar uit dat stukje halen.
zo. Dan ziet de staart er zo uit. Er zit gewoon wat klit in. Maar het is wel heel soepel. Dan pak ik weer mijn spray. Die heb ik er dan weer even ingespreid over heel de staart. Van hier tot hier. Dan ga ik het borstelen. Dan hier aan de bovenkant. Begin ik bij dat kleine stukje. Zou je denken, oh, maar je kan niet gelijk van beneden naar, even boven naar beneden. Je moet van beneden naar boven. Ja, dat doe ik ook. Nou, kijk maar. Hier haar staart. Ja, dat is logisch. Er is hier nog een heel stuk staart over. En ik ben echt in de vlegmoed. Kijk. Tadaa. Ja, ik denk ik kom er zo wel weer uit te halen. Want anders kan ze de vliegen maar tot... Oh, sorry meisje. Maar tot hier wegjagen. En dan met haar mond op hier. En dan zie je hier nog een heel stuk. Dus dat ga ik er zo denk ik even uithalen. Dan, auw. Ga ik even hier naartoe. Ik denk dat ik hier wel vlechtjes in wil gaan maken. Want... Ik krijg zoveel zin om te vlechten. Waarschijnlijk op een gegeven moment ben ik er ook weer klaar mee. Maar hey, ik ga even vlechten. Toppie. Is die nog mooi, mooi, mooi. Ah. Ja, van hier wordt hij minder mooi. Dus tadaa. Dit is hem geworden. Ik wil eigenlijk allemaal kleine vlechtjes maken, maar daar had ik geen zin in. Dit is hem geworden. Ik ga ook gelijk haar staartvlecht eruit gaan halen. En dan ga ik er op stam zetten, denk ik. Dan ga ik Verona even doen. Ik denk dat hij op de trilplaat even gaat poetsen. Even een roze kam en een harde borstel meenemen. Zo. Start nog steeds super zacht en dat soort dingen. Wow. Nou, ik denk niet dat Blondie haar hengstvlecht het heel lang gaat volhouden. Want haar manen komen tot hier. Nee, hier. Dus ja. Also, ik ga daarna haar manen weer tot hier knippen of zo. Mijn handen. Ja, die zijn ook niet echt blij. Ik denk dat ik toch nog even ga proberen om hier een invlecht te gaan maken. Want dat vind ik wel mooi. Dat vind ik wel mooi, hè, meisje.